De speler wilde zelf doorgaan naar de Premier League. Ja, die was onrustig, want heel veel spelers die bij Watford spelen, die spelen ook in het nationale elftal. En ja, ik hoef over salaris hoef ik niet te praten, je weet hoe dat werkt. Desalniettemin wilde hij doorgaan daar naartoe, maar hij wilde ook graag het seizoen afmaken. Dus, en voor ons, wij hebben een transferbedrag gekregen. Hij heeft zijn transfer en hij blijft tot het einde van het seizoen bij Sparta. Henk van Stee is vandaag de vlag uitgegaan, is de taart uitgedeeld op het kantoor na toch een voor jullie prachtige transfer die Madouke Okoye gemaakt heeft? Nou ja, ik kan wel zeggen dat iedereen intern best wel blij is, financieel gezien, maar sportief natuurlijk hadden we hem nog best wel een aantal jaren willen houden. Jullie hebben in de zomer met hem verlengd, waarom dan toch al na een half jaar het vertrek van Okoye? Nou, het was meer een blijk van waardering voor Madouke, dat hij toch wel een lichte salarisverhoging kreeg. Daarnaast toch wel een bepaalde zekerheid in behouden, want de desbetreffende zakennemer Wessel Wezenberg, die gunde Sparta ook een transfer. En niet zo wat normaal gesproken zijn. Er zijn mensen die zo snel mogelijk een speler willen transfereren en niet in het belang van Sparta denken. Dat deed hij wel en ook Madouke, en daar ben ik heel blij mee. Wilde hij en jullie ook niet wachten? Misschien dat hij het nog wel beter gaat doen en dat er nog wel nog andere clubs, ja, nog hogere clubs komen? Je hebt natuurlijk een aantal partijen. Ja. Allereerst, de speler wilde zelf doorgaan naar de Premier League. Ja, die was onrustig, want heel veel spelers die bij Watford spelen, die spelen ook in het nationale elftal. En ik hoef over salaris hoef ik niet te praten, je weet hoe dat werkt. Desalniettemin wilde hij doorgaan daar naartoe, maar hij wilde ook graag het seizoen afmaken. Dus, en voor ons, wij hebben een transferbedrag gekregen. Hij heeft zijn transfer en hij blijft tot het einde van het seizoen bij Sparta. Hoeveel hebben jullie gekregen? Genoeg voor Sparta. Wij zijn er heel blij mee. Ja, dit is al gezegd en geschreven, dit is een recordbedrag voor Sparta. Maar inhoudelijk, ja, joh, daar ga ik daar niet op in. Wat kan jij met het geld? Wat mag je herinvesteren? Ja, daar is nog niet even over gesproken, want de deal is pas na een aantal weken, pas gisteren, echt doorheen gekomen. Want ik had verwacht dat dit gaat niet gebeuren. Maar uiteindelijk zijn ze toch overstag gegaan. Daar ben ik wel blij mee. Maar het is niet zo dat wij morgen boem dat bedrag bij ons op de rekening hebben. Tegenwoordig werk in de voetballerij dat het gespreide betalingen zijn. Dus daar wordt intern naar gekeken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er wel meer financiële armkracht is om in de winterstop je eventueel te versterken. Je hebt natuurlijk ook nog het geld van Haroui en Duarte dat eigenlijk nauwelijks is uitgegeven. Ja, tuurlijk. Er is wel iets vrijgemaakt. Ja, nogmaals, de hoeveelheid ga ik je niet zeggen. Maar het moet wel spelers zijn die ons beter maken. Het is niet die fout die ze in het verleden gemaakt hebben. Spelers halen om het halen. Ja, dat heeft ook veel consequenties. Als je afgelopen weekend ons zag tegen Willem II, zag je een goed elftal staan. Ja, maar als je op de bank keek, dan zaten er toch 6 jongens bij die ook moeiteloos normaal gesproken in de Eredivisie moeten kunnen spelen. Dus het moeten echt aanwinsten zijn en het moeten geen breedte aankopen zijn. Je hebt het zelf net al gezegd, hè? Hij maakt tot het einde van het seizoen maakt hij nog deel uit van de selectie, sterker nog. Hij blijft dus gewoon keeper. Dat was ook een eis van jullie ook, of meer kwam het van hem zelf? Ja, dat heb ik in het verleden ook gedaan met David Sokker-Ache. Ik vind het verschrikkelijk belangrijk. Je kan wel een hoop geld krijgen voor een transfer, maar het sportieve belang richting je is belangrijk. Ook richting je supporters, dat je wel iets moet doen. Dat je zegt van je moet alles uit de kast halen om in ieder geval het seizoen af te laten maken bij je club. Zodat je je sportieve doelstellingen kan nastreven. Het is wel zo dat hij zo goed als zeker wordt opgeroepen voor de nationale ploeg. Er komt een Afrika Cup aan, dus hij gaat wel een groot gedeelte van de tweede seizoen zelf missen. Hè? En met dat in het achterhoofd, gaan jullie dan toch al op zoek in de winterstop? Zeker omdat je al weet dat Okoye ook vertrekt, ook nog naar een nieuw doelman. Of heb je zodanig vertrouwen in de twee erachter met Van Leer en Koremans dat die het mogen uitvechten? Nou, allereerst, het gaat om 3 wedstrijden. Het gaat niet om een grote, lange periode. En uiteraard hebben wij het volste vertrouwen in Benjamin Vermeer en Koremans. En die kunnen het dan laten zien. En morgen gaat Benjamin alweer keeper tegen Ajax. De winterstop komt eraan. Is dat ook de periode waarin jij wil repareren? Aangezien je ook zelf had aangegeven dat het in de vorige periode mis is gegaan. Ben je dan nu al daarop aan het anticiperen? Ja, dat is best wel een duivels dilemma. Natuurlijk zijn we daar al achter de schermen al maanden mee bezig. Maar uiteindelijk draait het dadelijk ook weer van, is het betaalbaar? Willen de clubs die spelen laten vertrekken voor een half jaar? Want daar praat je over, dat je spelers gaat lenen die lang niet gevoetbald hebben. Ja, die nemen pas over een paar weken, pas half december, een besluit. En anders kom je in een categorie buitenlandse spelers. Ja, dat blijft een gok.
Wel fijn is dat je nu wel in het buitenland kan kijken. Ik was toevallig afgelopen week ook in het buitenland. Ja, dan is het toch fijn dat je speler live ziet. En dan, ja, dan ga je nadenken van, is het een aanwinst, ja of niet, voor Sparta? En wat Henk Vrees al een aantal malen heeft aangegeven. Kijk, je moet normaal gesproken je selectie al in de voorbereiding klaar hebben. En dan kan je het repareren een beetje. En in de winterstop zijn vaak noodgrepen. En laten we hopen dat het niet direct nodig is. Want een technisch directeur die kan niet leven met de waan van de dag. Hè? Ik bedoel, voor de wedstrijd tegen Willem II, supporters, media, iedereen roept om versterkingen. En na zo'n overwinning kan ik me voorstellen dat er misschien mensen denken, hey, dat de elftal is niet zo slecht. Maar zo mag een technisch directeur niet denken. Nee, maar supporters moeten dat doen. Ze moeten 's morgens als ze wakker worden, moeten ze kunnen horen over hun clubpie. En ja, ik blijf nog steeds zeggen, ik was niet zo positief, maar zeker niet negatief over het hele gebeuren. Jongens kregen gelijk al een etiket op. Ja, die konden niks van, die konden niets van. Maar nou zie je wel dat ook die jongens die gehaald zijn absoluut een toegevoegde waarde hebben. Alleen ze kwamen eraan op het moment dat het elftal niet draaide. En dan is het ook voor die jongens, ook als Jans 80 Interlands, ook heeft Masuras, ook heeft Vita van Krooi. Zijn allemaal jongens die even Osman niet te vergeten. Zijn allemaal jongens die even tijd nodig hebben. Dat is overal zo. Tot slot, Okoye. Hij heeft dus een transfer gemaakt. We kunnen hem niet spreken, want hij is in Nigeria. Kan je wel vertellen, je hebt hem ongetwijfeld de laatste 24 uur, 48 uur heel veel gesproken. Ja, hoe is het met hem? Hoe blij was hij? Hij is ongelooflijk blij. Dit was zijn droom. Toch wel weer een, ja, een stapje hoger. Als is het wel zo iemand die het niet als een eindstation ziet. Hij wil na wat wordt, wil hij weer die stap maken met de absolute top. Maar dat was ook de reden toen wij hem hier in december 2020, dat ik gesprekken met hem had in de kou hier. Hij straalde zoveel uit van dat hij wil slagen in betaald voetbal. En dat heeft hij bij Sparta uitstekend gedaan. Ja, was er nou geen Nederlandse topclub die hem kon betalen of wilde hebben? Nou, laat ik even zeggen dat Feyenoord heeft wel een uitstekende keeper, dat begrijp ik. Ajax AZ? Ajax, ja. Ajax die heeft dan natuurlijk twee ervaren keeper met Onana en natuurlijk Pasveer. En ook nog een Gort, een jonge jongen erachter. Begrijp ik ook. Ja, ik had wel verwacht dat PSV voor hem aan de deur zou kloppen. Want ik vind hem in potentie een uitstekende keeper waar nog heel veel rekening zit.